What up, yo guys? My name is Oostorm Okobarend en vandaag hebben we een Steezy unboxing voor y'all. Oké, nee. Yo, gast van Alles Normal. Mijn naam is Barend en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik heb niet één, maar twee pakketjes binnengekregen. En de ene is wat... Deze lijkt wel een beetje op... Oké, goed. Er zijn twee pakketjes. De ene ga ik even wat sneller doorheen dan de ander. Maar we hebben eindelijk weer eens een unboxing video, want ik heb weer eens wat leuke dingetjes besteld. Dit is de Steezy unboxing, want hier zitten best wel wat Steezy dingen in. Ik heb hier eigenlijk nooit eerder over gepraat, dus het is waarschijnlijk voor jullie ook super random wat erin gaat zitten. Nou, wat ik al zei, het kleine pakketje, dat kennen jullie al. Dit zijn de Joy-Con wheels. Dit keer zijn het de OG 2.0 White 60D's van D's Not. Deze wieltjes heb ik al natuurlijk. Ik heb de XL's en ik heb de Lights voor mijn andere setup. Ik wilde heel graag de OG Regulars, omdat ik merk dat ik op normale wieltjes eigenlijk ook heel erg lekker skate. En dit zijn wat kleinere wieltjes. Ik heb hier nu die flatface onder. Ik moet wel zeggen, ik ben eraan gewend, maar ik vind ze zijn super glad of zo en helemaal hier op het hout. Dat is gewoon niet heel lekker, dus ik hoop dat ik met de urethane wielen van Joy-Con toch weer wat beter de tricks kan doen. De XL's zijn gewoon te groot en te zwaar. En de kleine, die, nou, passen sowieso hier niet bij. Want het is een geel boordje en die hebben een blauw randje. Dus dat is sowieso stom. En de lights vond ik ook gewoon weer te klein. Dus hier heb ik de gulle middenweg. En ik hoop dat dat dan precies vet en genoeg is. Ik voel dat er niet iets extra's in zit. Ik heb echt heel erg lang moeten wachten op Joy-Cons. De vorige keren waren het maar echt 2 weken of zo. Ik heb denk ik wel meer dan een maand moeten wachten op dit pakketje, helaas. Maar goed, we gaan hem gewoon even openmaken. Nou, er zit niet heel erg veel in, behalve een roze zakje. Op zich wel een mooi zakje. Is best wel Steezy. En natuurlijk de standaard High as a Kite sticker van Joy-Con. Het is het enige wat erin zit. Hij is leeg. Dat is jammer. Want ik had op zich wel gehoopt dat er wat bij zou zitten, aangezien het echt wel heel erg lang duurde. Ik heb hem in december besteld. Ik heb er 2 maanden bijna op moeten wachten. Alright. Nou, ik maak hier het dingetje nu open. En... Oké. Joy-Con staat erom bekend dat hij de naam Joy-Con aan de zijkanten van de wieltjes heeft. Zo te zien is dat bij deze niet zo. Er is er eentje zelfs een beetje beschadigd. Ze voelen wel goed aan. De vorige keer had ik ook 60D's. En de 60D's die zijn toch wel de zachtere versie, zeg maar, van de Joy-Cons. Maar ik denk ook wel dat ik heb hier wel meer grip mee in ieder geval dan met die plasticen van Flatface. En ik ben ook gewoon heel erg benieuwd hoe de bearings van deze natuurlijk rijden. Maar deze zijn ook wel echt daadwerkelijk groter dan de andere. Wel wat dunner ook. Dus het zal er weer heel anders uit gaan zien. En nu moet ik zeggen, het verschil is niet heel groot. Ik ga ze in ieder geval even op het boordje doen. En dan gaan we kijken hoe ze bevallen. Yo, ja, ze zitten op het boordje. Het is zoals je kan zien ook een andere dag, want het is ook een andere dag. Maar ik dacht voor de Joy-Con wheels, weet je, we hebben de vorige keren al, zeg maar, vette trickmontage ermee gedaan. Maar het gaat natuurlijk om hoe het rijdt. Ik ga dus samen vandaag met jullie verschillende oppervlaktes rijden om uit te testen of de wieltjes super chill zijn. Het is inmiddels een week later. Ik heb ze al, zeg maar, een week lang uitgetest en ze zijn fucking chill. Dus dan weet dat in ieder geval wel. Maar goed, we gaan dus eerst even beginnen met natuurlijk mijn houten ramp. Hier gaan we dan. Ja, dit rijdt gewoon super lekker, super chill. Ik heb veel grip. Bij die flatface ging ik echt gewoon zo. En bij deze, als ik gewoon een klein beetje kracht zet, dan zijn ze gewoon niet te verschuiven. Dus ik heb super veel grip. Alright, het tweede ding. Deze ramp. En waarom kies ik nou ook nog voor een ramp? Omdat de tafel is wel een beetje ribbelig. En deze is gewoon helemaal glad. Dus we gaan ook hier even kijken. Holy shit. Ja, je hoort het ook. Zeg maar, als ik zo schuin ga, dan hoor je het een beetje piepen. En dat komt gewoon puur omdat ik zoveel grip heb. Ik heb hier die flatface wielen. En als ik dat bij deze doe, je ziet het gelijk. Ik ga gewoon alle kanten op. En met deze is dat veel lastiger. Als ik dan een trucje hierop land, dan kan ik niet wegglijden. En dat is gewoon super chill aan de urethane wielen in plaats van plastic. Al rijdt dit ook al lekker. Nee, dit rijdt zoveel beter. Oké, we gaan nu eens eventjes naar wat andere dingen. Oké, welkom bij een plastic ondergrond. Dit is namelijk mijn raamkozijn met Yu-Gi-Oh! Kaarten erop. Maar hier zo rijdt hij ook weer ongelooflijk chill. Je kan het ook horen dat het gewoon heel smooth rijdt. En ook hier
ik ben hier gewoon echt enorm blij mee. Want dit rijdt gewoon super lekker. Moet even kijken, wat zijn nog meer leuke dingen? Steen misschien? Dus over het algemeen rijden deze wieltjes gewoon super chill op verschillende oppervlaktes. Maar eigenlijk moet ik het ook nog even op steen testen. Dus daar gaan we eventjes de tuin voor in. Oké, ik sta nu in de tuin en het is... In één keer schijnt de zon super erg, dus het is super licht buiten. Maar we hebben het boordje. Ik ga hem maar op de stenen doen. Ja, dit wordt... Holy shit, dit is eigenlijk zoveel beter dan ik had verwacht. Oh, ook hier... Ja, oké, natuurlijk heb ik gewoon de gaps. Maar ook hier rijdt hij gewoon super chill. Dit is echt wel veel beter dan ik had verwacht. Nou, in ieder geval, de Joycot wheels zijn zeker door de test heen gekomen. Ze rijden super lekker, maakt niet uit op welke oppervlakte. Natuurlijk is op marmer of zo is natuurlijk het allerbeste. Daar rijdt het echt super chill op. Maar deze zijn denk ik wel de meest smooth wielen die je kan kopen. Alright, we gaan door met de Steezy unboxing. Alright, daar zijn we weer. Ze voelen volgens mij best wel goed aan. Ik weet het eigenlijk nog niet, want ik zit nog steeds op mijn stoel en jullie hebben net zeg maar gezien. Ik ben nu aan het openmaken, maar net was het al open en nu is het weer dicht. We gaan over naar het andere grotere pakketje. En in het grote pakketje, wat zou erin zitten? Echt heel benieuwd wat jullie denken wat er in het grote pakketje zit. Ik zal hem hier zo voor jullie openmaken. Oké, het is... Ik weet oprecht trouwens niet wat hierin zit. Misschien zit hier wel iets heel anders in dan dat ik... Dat ik hoopte dat hij erin zou zitten. 6.5 hours later. Alright! Ik heb het pakketje een beetje kunnen openen. En ik zie al wat erin zit. En dat is inderdaad de juiste Steezy unboxing zoals ik hem had gedacht. Er zit namelijk bubbeltjes plastic in. Wauw! We gaan hem openmaken. Scheuren die ding gewoon kapot. Maak helemaal kapot. Jeetje man, dit zit echt heel goed ingepakt. Er zit zelfs nog plastic om de bubbeltjes plastic heen. En misschien zien jullie al wel hier en daar een klein beetje iets. Maar nou, bubbeltjes plastic is eraf. Laat ik eens even gewoon eentje pakken. Hier hebben we een Jordan doosje. Een Michael Jordan doosje. Met daarin een briefje. Ja hoor. Let's go. Je hebt... Wat fucking cool. Ik heb mini schoentjes gekocht om daarmee te gaan fingerboarden. Met rits en al joh. Dit is echt insane. Ze passen precies. Oké, het enige is dat ik dat er een sleutelhanger aan zit. Maar die halen we er natuurlijk af. Oh mijn god, ze zijn wel huge eigenlijk deze schoenen. Dus ik moet even kijken of ik hier überhaupt een truc mee kan doen. Check dit. Wat vet. Wat cool. Ja, deze zijn toffer dan ik had gedacht om heel eerlijk te zijn. Ik ga ze zo meteen allemaal loshalen. En ik heb hier een of andere Epic Supreme sticker, joh. Nou, dat is dus één paar. Maar ik heb niet alleen maar één paar gekocht. Deze jongen heeft namelijk drie paar gekocht. Maar wel verschillende natuurlijk. Nog een Nike ding. Er zitten ook allemaal andere dingen bij. Wacht even. Ik wil eerst even dit kijken. Ik heb gewoon helemaal tasjes voor beide schoentjes. Wat stom dit, maar wat goed. Nou, gaan we eerst eventjes de Nike schoenendoos openmaken. Ah, hier heb ik Jordans in zitten. Dus in de Jordan doos zaten Nikes en in de Nike doos zitten de Jordans. Super logisch natuurlijk. Deze heb ik gekocht omdat die wat lager waren en dat leek mij meer fingerboardable of zo. Ik weet niet, ik heb het ook maar gewoon gedaan voor de lol. En moet je kijken joh, die Jordan, hoe vet, hoe lit. En ook hier, dit is ook een sleutelhanger en ook hier gaat de sleutelhanger er natuurlijk af. Oké, goed, ik vermaak me echt veel te veel met dit. Ze zijn harder dan ik had verwacht. Ik dacht dat het wat meer rubberachtig was, maar het is echt, zoals je hoort misschien, best wel plastic. Dus dat gaat nog wel lastig worden. En dan hebben we nog eentje in de Lakersdoos. En als ik het goed heb, zijn dit niets minder dan jou hoor. Ah, wat vet! Dames en heren, meisjes. Ik ben dus echt... Ik ben helemaal niet echt een schoenenfreak of zo. Maar ik ben wel een enorme Yeezy fan. Ik vind Yeezy's enorm lekker zitten. En ik heb twee paar Yeezy's. Mijn laatste paar is deze. Maar dan wel in het groot natuurlijk. Maar goed, deze... Ik heb gewoon mini Yeezy's voor
bij mijn Yeezys. Alleen ik zie dat dit... Oh, dit wordt nog wel echt eventjes een ding. Want en dit past niet. Ze zijn te klein. Nee. Ze zijn wel echt super hard ook deze. Hoor maar. Ja, dit is, hier kom ik ook gewoon niet in met mijn vingers. Die zijn daar te... Ik heb gewoon te dikke vingers hiervoor. Maar goed, hier heb je ook nog de Yeezys. Nu is het een kwestie van aandoen. En I guess Steezy edits maken. Jongens, ik zweer het. Ik zou graag meer trucjes hiermee willen doen. Maar het is echt niet te doen. Ik ben al een half uur bezig. Maar moet je kijken, mijn hele vingers zijn ook helemaal kapot. Oh, het is echt verschrikkelijk. Het idee was leuker dan de uitwerking. En ik ga jullie heel eerlijk zeggen. Ik heb super veel respect voor die gozer die dit altijd doet op zijn Instagram. Het is echt insane hoe moeilijk dit is. Oh, dat had ik echt niet verwacht. Maar dit was de edit. We gaan nu weer terug. Alright, nou dat was alweer de Steezy edit. Ik hoop dat je hem in ieder geval leuk vond. Ik vond het heel vet met de Joycold wheels en natuurlijk de epische schoenen. Ik heb er in ieder geval van genoten. Ik hoop dat jij hem ook super cool vond. Dankjewel in ieder geval voor het kijken, guys. Dit soort dingetjes koop ik echt puur alleen om leuke video's van te maken. Oké, die Yeezy die heb ik wel gekocht omdat ik gewoon serieus heel cool vind. Maar die andere twee heb ik gewoon echt gekocht voor coole fingerboard edits. Dus ik hoop dat jullie het in ieder geval heel erg leuk vonden. Ik vond het in ieder geval vet. Ik ben blij met de Joycons, ik ben blij met de schoentjes. En ik ben blij dat jij hebt gekeken naar deze video. Dan wil ik in ieder geval nog maar het laatste wat ik altijd zeg, zeggen. En dat is natuurlijk like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!